Jongeren staan te vaak op wachtlijsten of krijgen geen passende hulp. Gemeenten en jeugdzorginstellingen kampen met forse financiële problemen. Maar ook jeugdhulpverleners hebben vaak een enorme werkdruk en een enorme bureaucratie. En wat GroenLinks betreft moet dat anders. En daarom moet in ieder geval in het volgende regeerakkoord komen te staan dat er meer gespecialiseerde plekken komen voor jongeren met de meest complexe problemen. Maar we willen meer, want ook het stelsel is veel te complex geworden. We willen de marktwerking uit. We willen dat jeugdzorgprofessionals beter ondersteund worden. Dat ze ook meer vertrouwen krijgen. En we willen ook dat de jongeren weer centraal komt te staan. Nou, wij knokken de komende jaren door voor jeugdzorg. En we hopen natuurlijk op jullie steun.